The day after. De dag nadat er een groot interview met mij verscheen in het Brabants Dagblad. In eerste instantie alleen regio Os en Uden. Maar wat later werd opgepakt door deondernemer.nl. Jongens, ik heb zoveel reacties gehad. Dat was helemaal te gek. En ik ben er echt super blij mee. Ook omdat het best een heel groot avontuur is voor mij. Pimp Your Food. Ik had een reclamebureau, ik deed een heleboel andere dingen, ik bouwde websites, ik had een regelmatig inkomen. En dat heb ik allemaal het raam uitgedonderd voor Pimp Your Food, om mijn droom en mijn passie achterna te gaan. En dat klinkt natuurlijk super romantisch en heel gaaf en la 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 la. Maar het is eigenlijk hartstikke eng. En ja, in alle eerlijkheid, een paar weken geleden dacht ik nog, nou, ik weet niet of ik hier nog mee moet gaan, want... Het is veel werk, het is leuk werk, maar ja, de schoorsteen moet roken, hè, mensen. Nou, ik heb daar nu geen twijfel meer over. De reacties waren zo te gek. En het aantal nieuwsbrieven, aanmeldingen is overweldigend. Jongens, in één dag gewoon meer dan 100 aanmeldingen. My god! En ik had er al een heleboel. Dus komende week gaat er een knallende nieuwsbrief uit met een heleboel leuke dingen erin. Tenminste, ik vind ze leuk en jullie hopelijk ook. En nou, laat dit dan de eerste vlog zijn in een reeks van velen. Het barst van de vloggers, het barst van de foodbloggers. Maar who cares? Hier is er nog eentje bij met Pimp Your Food. Ciao, ciao!